7-1 winnen, dat slaat altijd goed aan. Dat zie je ook terug op de trainingen. Iedereen is blij. Ja, deze week wordt een zware week, 3 wedstrijden, dus hopen dat we goed doorpakken. Eerste wedstrijd tegen Emmen. Verwacht jij te gaan spelen? Nee, dat weet ik al. Ik begin op de bank. Is dat een teleurstelling voor je? Want je zou toch zeggen, als je met 7-1 wint, never change a winning team. Ja, dat is een teleurstelling, maar de trainer die maakt zijn keuzes en daar heb ik me gewoon in toe te passen. Want ik heb even op zitten zoeken. De laatste keer dat jij in de basisstart bent voor Den Bosch was thuis tegen PSV. Het lijkt me geen lekker begin van het seizoen. Nou ja, klopt. Je hoopt dat het anders loopt. Ja, je zit nu eenmaal in deze rol en ik kan niet meer dan mijn best doen en goede wedstrijden spelen wanneer ik de minuten krijg. En hopen dat het dan de situatie verandert. Want vind je dat je tegen Den Bosch hebt laten zien dat je in het basiselftal thuis hoort? Nou, ik heb gewoon lekker gespeeld, maar ja, het is alsnog aan de trainer of het goed genoeg was of niet. Ja. Want hij kiest voorlopig voor het duo Ramstein en Luijrink. Ga je dan bij jezelf op zoek dat je dingen niet goed doet? Of vind je van jezelf, ik haal mijn niveau wel, maar dat zijn ook gewoon goede verdedigers? Nee, ze zijn zeker ook goede verdedigers en hebben het ook allebei goed gedaan. Dus ja, dat is ook de reden waarom de trainer niet wisselt. Ze hebben het ook goed gedaan, ik heb het goed gedaan. Ja, hoezo zou je die dan wisselen? En dan kan je niks anders doen dan het accepteren en als je je kans krijgt, dan pakken. Precies. Was de 7-1 tegen Den Bosch nou zo'n goede wedstrijd van jullie of tekent de uitslag een beetje? Nou, ik vond wel dat we het goed hebben gedaan. Meestal zie je als je tegen 10 man komt en je komt 3-1 voor of zo tot het klaar is, wordt het een hele saaie wedstrijd. Maar daar hebben wij er niet van gemaakt. Wij hebben gewoon gezegd van we gaan door en we willen gewoon een grote uitslag neerzetten. Dan ben je met 7-1, is het altijd lachen op de training de week daarna. Maar hoe zorg je er nou voor dat iedereen net zo scherp en net zo fel blijft als in de afgelopen weken waarin je heel veel punten hebt gepakt? Nou, ik denk dat dat sowieso in de groep zit. We hebben allemaal een doel voor ons. En ja, dat als je 7-1 wint, dan blijven 3 punten. Dus ja, dat doel blijft staan. Nu is Emmen een ploeg die altijd onderaan de ranglijst van de Jupiler League bungelde de afgelopen jaren. Dat is dit jaar wel anders met een goede linksbuiten die jullie een beetje kennen, hè? Quinten Martínez. Ja, Quinten Martínez, zeker een goede speler. Wordt gewoon oppassen en goed verdedigen. Jammer dat hij niet direct rood kreeg tegen IJsselmeervels, hè? Want dan had hij er niet bij geweest. Ja, klopt. 2 keer geel, dat gaat niet. Ja. Mooi shirt heb je aan. Zeker, nieuwe sponsor. Kun je er wat over vertellen? Ja, afdichtingstechniek, zit isolatie en zo. Ja, jij bent goed op de hoogte. Dankjewel.